31 augustus, de sterkste man van Altena in Andel. Hoeveel deelnemers staan er? Momenteel hebben we 9 deelnemers klaarstaan om aan het evenement mee te doen. Welke onderdelen worden doorlopen om te bewijzen wie de sterkste man van Altena is? We hebben een aantal verschillende onderdelen. Een van de onderdelen is de Wheel of Pain. Nou ja, de naam die zegt eigenlijk al genoeg. Dat gaat waarschijnlijk zeer doen. We hebben een truckpool. We hebben een medley. In de medley dan moeten ze 3 verschillende objecten verplaatsen. We hebben een farm walk. Daar lopen ze met een tweetal gewichten in alle twee de handen. Een flink zwaar gewicht. En dan moeten ze zoveel mogelijk meters mee gaan lopen. We hebben de Power Stairs. De Power Stairs houdt in dat je een zwaar object de trap op moet gaan slepen. In dit geval zullen dat melkbussen gaan worden die ze 3 of 4 tredes omhoog moeten krijgen. Maar die melkbussen die zijn niet leeg, die zijn gevuld. En de eerste die begint dan misschien met 120 kilo en dat loopt op tot 190 kilo. Nou ja, probeer maar eens om een melkbus van 190 kilo de trap op te zetten. Veel succes. En zijn er ook nog deelnemers uit Altena of zijn het echt mensen van buiten de gemeente Altena? We hebben deelnemers uit de gemeente Altena, maar we hebben ook behoorlijk wat, meer dan de andere jaar, aanmeldingen buiten Altena ontvangen. Wat is dan de drempel voor mensen uit Altena om te zeggen van ik wil me bewijzen als sterkste man van Altena? Ja, het krachtsvertoon wat ze te zien krijgen. Dat kan mensen afschrikken. Denken, ik kan het niet. En daar is ook wat de link eigenlijk is. Hè? Met mindset kun je hoop bereiken. Focus, stel je doelen en doe mee of dit jaar of volgend jaar. Nu zijn er rondom het evenement een aantal dingen ook voor de bezoekers te doen. En er is ook nog een demonstratie. Ja, dat klopt. We hebben dit jaar de brandweer op visite. De part-time hero actie van de brandweer. Zowel Jan van Beek, de voorzitter van de Sterkste Man, als ikzelf zijn part-timer bij de brandweer. Vrijwilliger, postgiesje. En de brandweer is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En wanneer vindt dit allemaal plaats? Op 31 augustus van 1 tot 7. Dus ik zou zeggen, kom kijken.